genoten. Gisteren heb ik dus nog iets gezegd over het album van Eddie en de Hot Rods. Nu heb ik gisteren nog wat meer dingen gezien. En nou is er ook alweer een hele conspiracy over dat Sinan de Mol is. Dat denk ik niet. De speculatie van Sinan die de Mol is vrij logisch, vind ik. Maar ik denk dat het een beetje een Simone kwestie is zoals van vorig jaar. Ik denk dat Sinan niet de Mol is. Maar ik heb dus wel naar het zesde nummer op het album geluisterd. En nou was de tekst op Google heel lastig te vinden. Dus ik heb zelf geprobeerd de tekst over te nemen. Nou was het nummer niet altijd heel goed te verstaan. Maar er viel me wel een bepaalde tekst op. En dat is deze. Dus als het nummer Writing on the Wall slaat op dit seizoen, wat nog logisch kan zijn vanwege de beschildering, zullen we denk ik hier meer over horen. Ik probeer de tekst nog wel meer uit te zoeken vanwege dat het moeilijk te verstaan was. Maar ik denk dus dat dit stukje tekst uit het nummer, dat was het refreintje, vond ik nog best wel passend bij Wie is de Mol. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Vergeet in ieder geval niet te subscriben en te liken. En op de notification bell te drukken. En dan zie ik jullie snel, want morgen begint Wie is de Mol. Tot de volgende keer.